Portugees Kees bleek in alle vakken een uitstekende meester te zijn. Mees Kees, 19 jaar. Mees Kees, nieuwe kleren en gel in zijn haar. Hij is stagiair, dus hij moet het nog leren. En zijn moeder moet zijn brood nog smeren. Mees Kees, hij maakt er wat van. Mees Kees, kijk op het rooster en verzint dan een plan. Chips en cola, geen bezwaar. Met zo'n meester ben je mooi klaar. Mees Kees wordt jarig, daarom heet het In de Gloria. En ja. Er zijn 10 minuten gesprekken, waardoor Tobias in de knoop komt omdat zijn moeder dan niet kan komen. Dat is het belangrijkste. Nou, ik werd gevraagd om een geschenk te schrijven, maar ze vonden het fijn als ik Mees Kees deed, omdat ik dan zoveel kinderen een plezier daarmee doe. Het is heel erg grappig en het gaat over een meester en die doet eigenlijk alles een beetje anders dan het wordt. Dan denk je, ja, zo wil jij het ook eigenlijk. Mees Kees is eigenlijk een stagiair. En het is eigenlijk een meester die niet zo goed weet wat hij nou moet doen. Ja, die moet het eigenlijk nog leren en die denkt eigenlijk zelf dat hij het wel goed doet. Nee, hij weet niet echt hoe het allemaal zit, hoe je les moet geven. Ja, en dan probeert hij maar wat en dan vinden alle kinderen het wel leuk. Een spreekbeurt zei Mees Kees, dat vind ik leuk. Hij keek op het lijstje en er stond Sip. Sip, ga je gang, zei Mees Kees. Hoi, ik doe mijn spreekbeurt over hele korte spreekbeurten. Dit was mijn spreekbeurt. Ja. Nou, zijn Mees Kees eigenlijk, even kijken. Vonden jullie hem goed verstaanbaar? Ja. Had hij oogcontact tijdens de spreekbeurt? Ja. Nou, dan stel ik voor, Sepp, een 8. Ik hoop, als zij het willen, en dan lijkt het wel op, dat we gewoon voort en altijd met z'n drieën blijven optreden. Totdat ik met pensioen ga. Maar dan nog wel de boeken erbij? Ja, half schrijven, half optreden, ja.